Cocu. Hij pakt de drie punten en mag de felicitaties in ontvangst nemen. Locadia twee keer in het juiste doel. Lozano twee keer in het juiste doel. Mouters invaller en Locadia ook één keer in het verkeerde doel. Zorgt ervoor dat er een 4-2 overwinning bijgezeven kan worden. Het is wel even een tegenstander om meteen tegen te starten. Of vind je dat juist prettig? Want hè, mensen zullen niet heel veel verwachten meteen van Twente in Eindhoven. Nou, volgens mij zijn de verwachtingen redelijk hoog en dat moet je ook maar weten te managen. Niet zozeer impliciet deze wedstrijd, maar zeker voor de positie die Twente zou moeten innemen. En men wil graag op korte termijn verbetering zien. En vertrouwen krijg je alleen maar terug door succesbeleving. Ja, en het is niet zo dat PSV natuurlijk niet te verslaan is. Er is altijd een mogelijkheid in voetbal, dat maakt voetbal ook zo interessant. En 9 van de 10 keer heb je misschien geen kans tegen PSV. Maar die ene keer dat je wel kans hebt, moet je hem grijpen. En dat kan zomaar zijn dat dat zondag is. Tuurlijk, PSV is de koploper. We weten gewoon dat PSV een goed team is. Ze hebben veel goals gemaakt, dus aanvallend zijn ze wel gevaarlijk met Lozano of zo. Dus en Locadia en Van Ginkel en wat dan ook. Maar goed, gewoon met vol vertrouwen dan heen gaan en gewoon voor de 3 punten. Met de technische staf en de videoanalist gaat bespreken wat de tactiek zal zijn om het PSV moeilijk te maken en het ons zelf zo makkelijk mogelijk te maken. Nou, en daarin ga ik nog steeds in grote lijnen uit van het gedachtegoed wat ze de afgelopen maanden hebben gehad. Want om daar nu in één keer rigoureus mee te breken en dat te doen wat ik wil, dat lijkt me niet verstandig. Hè? Want dat geeft alleen maar onrust, dat geeft alleen maar onzekerheid. Hè? Want onwetendheid neemt ook de onzekerheid neemt toe. En wat je zeker niet moet hebben tegen PSV, dat je een onzeker elftal in het veld heeft, wat niet weet wat de rechterhand en de linkerhand doen, want die moeten samenwerken. Natuurlijk heb ik ook mijn ideeën, want ik heb toevallig PSV tegen Heracles gezien, daar was ik analist. We hebben de beelden dan van afgelopen weekend, die heb ik ook al in samenvatting gezien. En gezamenlijk zullen we dus een plan bedenken en in hoofdlijnen zal het niet zo heel veel anders zijn, ook qua bezetting, qua personele bezetting. En maar eens kijken in de toekomst hoe dat zijn weg vindt. Kunnen jullie gaan verrassen? Tuurlijk. Natuurlijk moeten ze erin geloven. Anders kunnen we net als goed hier blijven. Dus we moeten gewoon met volle overtuiging naar Eindhoven gaan. Gewoon voor de 3 punten gaan.